Een stralende zon, meer dan 3000 joggers, van jong tot oud, en een ontspannen sfeer. Wat wil je nog meer om Genk Loopt tot een succes te laten worden? We hebben vandaag de tweede editie van onze stratenloop Genk Loopt. We hebben uiteraard weer enorm veel geluk met het mooie weer. Dat was vorig jaar ook al het geval. Vorig jaar mochten wij 1700 deelnemers verwelkomen. Dit jaar zaten we al aan bijna 1900 deelnemers bij de voorinschrijvingen. En ik heb mij net laten vertellen dat er binnen heel wat drukte is aan de inschrijvingsbalies om nog deel te nemen aan de 3, de 5 of de 10 kilometer. Steek je handjes maar helemaal in de lucht. 1000 meter. 1 kilometer. De bedoeling is natuurlijk dat we zoveel mogelijk mensen proberen aan het bewegen te krijgen. Ik denk dat de laatste jaren enorm veel mensen via de Start to Run, Start to Jog en weet ik nog niet welke initiatieven aan het lopen geslaan zijn. En het was wel duidelijk dat er in Genk behoefte was aan een degelijke stratenloop. Bij de allerjongsten liepen papa of mama ook even mee. En de beloning was een lekker appeltje of een wafeltje en een lekker glas kraantjeswater. Er waren verschillende categorieën en afstanden. Er was gezorgd voor de vrije tijdslopers, de joggers, en natuurlijk ook voor de echte lopers. Die kregen de keuze tussen 5 of 10 kilometer. Het kaliber in de hand richt een hemel gekeerd. 4, 3, 2, 1. Een van de sponsors had een badjassenloop georganiseerd. Op de markt was een heus bedrijvendorp gebouwd voor alle bedrijven die het initiatief sponsorden.
Op het einde werden dan alle winnaars verwacht voor de ceremonie protocolair. En dat is altijd fijn met een applaus zo opkomen. Dus heel goed, dank u wel. Dank u. Iedereen kijkt al uit naar Genk loopt 2015. De kampioen in de Roland-Brechts badjassenloop, de eerste plaats. En die is voor Nick Gijbels. Nick, proficiat.